Shout-out Wilde in Apollolaan, Altjut. Zouden we u mogen interviewen? Ja. Vraag maar. Dat is prima. Werkt u hier ergens in de buurt? Nee, ik werk in Rotterdam. Woont u hier? Ook niet, ik woon ook in Rotterdam. Waarom bent u hier gekomen? Ik was hier achter in het Hilton Hotel en daar had ik een bijeenkomst de hele ochtend. Dus. Oké, dank u. Oké, doei. Dit is het Hilton van buiten. Zoals u ziet is dit een erg groot gebouw. Maar vindt u uw baan hier leuk? Ja, ontzettend leuk. Wat doet u? Ik ben portier en conciërge. En portier die houdt de deur al voor de mensen open en die haalt de koffers uit de auto's van de mensen. Als conciërge mag je vertellen waar de mensen naartoe gaan als ze het niet weten. We komen hier voor een weekendje Amsterdam en dan weten ze niet waar ze naartoe moeten. Dus mag ik ze helpen met de musea en met de dierentuin en met de restaurants en dat soort dingen. Heeft u wel eens beroemdheden gezien? Ja, heel veel. Ja. Afgelopen maandag was het team van Ajax hier nog. Ja. Zouden we naar binnen mogen? Dan moet ik heel even vragen aan de shiftleader. Het is op dit moment wel erg druk. Heb je een ogenblikje? Ik ben zo terug. Ja, okay. Deze mensen opvangen? Ja, niet voor nu. Sorry, het is een beetje te druk om binnen te mogen filmen. Maar een andere keer graag en dan denk ik dat je het van tevoren best even kan bellen. Ja, we gaan een afspraak maken. En dan komt er iemand van de directie en die leidt je dan goed. Oké, dank u wel. Heel veel succes. Bent u taxichauffeur? Ja, dat klopt. Bent u dat al lang? 7 jaar. 7 jaar. Vindt u het leuk? Ja, is wel leuk. En heeft u nog in die 7 jaar nog iets verrassend in iemand in de taxi zien stappen? Oh ja, ik krijg heel veel beroemde mensen in de auto. Zoals? Ik heb een keer Edgar Davids in de auto gehad. Ik heb een keer, kijk even denken. Die mevrouw van, er komt een vrouw bij de dokter, oh. Die de hoofdrolspeelster. Oh ja. Ik weet niet hoe ze heet, maar tenminste zij. Ja, dank u. Alsjeblieft. Dan lijken wel heel veel kinderen. Doei. Ja, oké, dank u. Okay, we staan nu bij de ABN AMRO en we gaan nu naar binnen. Blijkbaar houdt de ABN AMRO ook van kunst. Ik zie daar een mooi beeld. Het is volgens mij een vrouw die een zwaar stenenblok optilt. De maker staat er niet. Hier is een foto van Elsbeth Diederiks. En nog een schilderij ziet u hier. Ook gemaakt in Kenia in 1971. Delphi Hotel. U werkt hier, toch? Ja. Ja. Vindt u het een leuke baan? Ja. Juist. Is het een leuk hotel? Het is een heel leuk hotel. Het ziet eruit als een klein knus hotel. Ja, dat is het ook. Daar heb ik nu veel te veel van. Oké. Okay. Is er overboeking of is er gewoon nog... Nou, het komt wel eens voor dat we overboeking hebben, maar meestal zorg ik ervoor dat het goed loopt. Zijn er ooit wel eens klachten geweest over iets? Er is altijd wel een klacht over iets. Oké, dank u. Oké. We zijn hier bij een paar stratenmakers en we gaan ze even interviewen. Camerafreis. Werkt u al lang voor als stratenmaker? Ja, al 25 jaar. Je zal het niet zien. Ik zeg het zelf wel. Okay. Ja. Vindt u het een leuke baan? Jazeker. Maar vandaag niet, we zitten tegen de regen. Kun je beter in de kuit zitten. Ja. Waarom zijn jullie hier nieuwe tegels aan het neerleggen? Dat het moet, dat het slecht ligt. Deze moet ik ook interviewen, deze komt uit Ozaan. Dank u. Erik, is de beste. Uit Ozaan? Hey Ruud, lappen wel. Vindt u uw baan leuk? Nog wel. Nog wel. En wat vindt u ervan dat het regent? Denkt u dan liever van ik zit liever thuis of denk je van nou het is nog steeds leuk? Het is iets minder leuk. Maar normaal gaan we in de kreet zitten, maar van die manier moeten we doorgaan. Oké. Hij is eigenlijk de baas. Dank u. Alsjeblieft. Shout-out Wilde in Apollolaan, Altjut.